Erik, kom op terug. Met de vlog van de vader. Meneer zo'n knol. En die andere. God, weet die. Knol power. Op, op. Knol power. Even serieus. Ik als influencer maak vaak gekkigheid. Maar we leven nu in de moeilijke tijd van corona. Dikke bejaarden en oude Chinezen gaan de dood aan. Corona is een soort aids. Ik krijg het niet door konneuken, maar door diertjes in de lucht. Kijk maar bij Robert Jensen op het kanaal voor betrouwbare info. Kijk, wij als influencers, wij hebben het natuurlijk alles zwaarst tijdens corona. Toch heb ik besloten om mensen belangeloos te gaan helpen. En dat mag alles zijn. Alleen geen gehandicapten wassen. Dat vind ik echt goor. En daarom heb ik briefjes in de bus gedaan. Knol power. Ik heb getwitterd, geïnstagramd. Ik heb het op Hives gezet. Als jij hulp nodig hebt, ik ben vanaf 12 uur online. Ja. Hashtag Knol Corolla. Knol power. Belt helemaal niemand, joh. Dat is altijd met die teringlijst. Kankerlijst, ik zit niet bij jullie. Godverdomme, bellen. Hey, we hebben een beller. Met wie? Hey, zou je eens niet zo willen schreeuwen? Ga je bek. Klap, kut. No power. Meneer, kunt u mij bijles voor school geven? Bijles? Door de juridische dwaling mag ik al 5 jaar niet in de buurt van scholen komen. Dus, jammer. Nee, via de computer natuurlijk. Ik snap niks van procenten bij rekenen, of snapt u er ook niks van? Ik weet alles van procenten. Heb je bier? Kijk, dat is 5%. Wijn? Ja, dat is 12%. En je neven? Bob, 40%. En weet je wat het is? Opgeteld, samen? Nee. Nou, superlekker! Knol power! Ik zag een oproep. Ik vond het heel fijn. Ik heb namelijk al een tijdje wat last van de depressieve klachten. En dat ook, heeft kikker over, ja, man. De eenzaamheid die hakt er gewoon best wel in. Dat mag ik best wel weten. Rot op, Kermit. Heeft helemaal geen zin in depressief gedoe. Ik ben influencer, ja. Ik ben geen dierenarts. Knol power! Knol, heeft u misschien ook mondkapjes? Heb je een oude slip? Kijk, zet je zo op je noot. Wat zei? Corolla proof! Uiteraard wel even wassen, hé! Jezus, deze is van Helga van Leur geweest. Heb ik gejat in de tv-studio. Wat een luchtman. Neukt het vijf met dode zeehonden of zo. Knol power! Volgende. Vader van Enzo Knol. Hé, Knolly. Ga je morgen mee of gaan we 5G-mast in de fik steken? Ken ik niet. Nooit gezien, die gast. Ik zat in een opname, man. Tuurlijk kom ik, man. Knol power! Hey, ik las dat u hoogleraar bent aan de Universiteit van Amsterdam. En volgens mij scheikunde, kwantummechanica, Lego en communicatie. En ik vroeg mij af of u mij bijles kon geven. Zeker, zeker. Hoe oud ben je, wijfie? Ik ben 20. Oh. Zet even je webcam maar. Ja, dat kan. Zo, lekker. Sorry? Ja, lekker bijles geven. Wat een joop heb je hangen. Heb je niet warm met die sweater aan? Doe even uit. Maar ik heb er niks onder aan. Maakt niet uit, joh. Als je het warm hebt, kun je niet leren. Dan krijgt vader Knol het ook warm. Mirella, wat is dit? Hoe zit je erbij, joh? Pap, ik heb bijles. Laat maar. En wie is die gore smeerlap daar op het scherm? Knol power! Heb je ook de hulp nodig van de vader van Enzo Knol? Schrijf dan clickbait. Afdeling Corolla. Doe er een fotootje bij. Liefst in badpak. En Robert Jensen, ik geloof in je, jongen. Dikke papzak. We gaan winnen. Knol power!